Mijn naam is Herco Flotters, ik ben gededacheerd bij de gemeente Almere als opzichter. Als boombeheerder ben ik regelmatig in het veld te vinden en heb veel contact met de aannemer. Door fraatschade aan esdoorns kwamen ter discussie bij bomen. Bij snoeiwerkzaamheden werden diverse fraatschades ontdekt. En dan ga je toch even met de vakkennis met mensen delen en daar toch eens even kijken wat er aan de hand kan zijn. Door het ook te durven te melden door de aannemer naar mij toe, ik als boombeheerder, heb het intern verder opgeschaald en zodoende naar een ecoloog toe. En de ecoloog die heeft het verder uitgezet naar Leenmoraal van de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Die zijn ter plaatse komen kijken en inderdaad, ze hebben stukken meegenomen en die zijn naar Wageningen toegestuurd. En dat bleek inderdaad de Aziatische boktor te zijn. Het hele moraal van dit verhaal is eigenlijk van scherp blijven in het veld en zorgen voor een duurzaam bomenbestand, zodat de Aziatische boktor zich niet verder kan vermenigvuldigen.